Maart volgend jaar is het definitief afgelopen met de deelgemeenten in Rotterdam. En de stad besloot dat er gebiedscommissies komen. Die gaan een plan opstellen voor de gemeenteraad en dit na goedkeuring uitvoeren. Voor de commissieleden die dit gaan doen, komen weer gewoon verkiezingen met het gewone gevecht om de zetels. De ChristenUnie-SGP zegt nu, doe dat nou niet. Die gebiedscommissie hebben één belangrijke taak en dat is de participatie bevorderen. En daar is niks politieks aan. Ik heb ons nagedacht, hoe zou mijn verkiezingsprogramma eruit zien, hier in Feyenoord bijvoorbeeld. Dat is, ik ga goed naar u luisteren en dat ga ik vertellen aan het stadhuis. De grootste fractie van de gemeenteraad, de Partij van de Arbeid, ziet niets in de visie van de ChristenUnie-SGP. Het zijn commissies die gaan over gemeenschapsmiddelen. Hoe gaan we die besteden, waar gaan we ze inzetten? En dat zijn politieke keuzes dus. Waarom niet een woningbouwvereniging? Of een verzameling van scholen? Of een paar bezorgde ouders? Die kunnen toch ook zich samen organiseren? Daar hoef je geen politiek voor te bedrijven, omdat op zo'n niveau er andere belangen leven. Leefbaar Rotterdam, verklaard tegenstander van deelgemeente, is het helemaal eens met de kleine christelijke fractie. Maar, zegt, jammer, maar helaas. Het is een gepasseerd station. En we doen dan wel mee in dit systeem, omdat je toch je idealen wil verwezenlijken in Rotterdam. Waarom niet principieel met CIS mee? Omdat uiteindelijk het erom gaat om Rotterdam te veranderen op de manier die Leefbaar Rotterdam voor ogen staat. En dan maar op deze manier. Alle partijen, behalve de ChristenUnie en SGP dus, zijn ondertussen druk bezig om zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de verkiezingen voor de gebiedscommissies voor te bereiden. 19 maart 2014 is de dag.